counteren van zijn escape op het moment dat hij ontsnapt vanaf de rug. Dus ik heb zijn rug. En dat was zijn eerste stapje, zoals je hebt kunnen zien in de BJJ-video's, dat hij over mijn voet heen gaat. Dus ik heb de body triangle, hij valt naar de underhook kant en hij gaat over mijn voet. Yes. Oké, okay, wat ik hier wil doen, dus ik moet gelijk reageren, anders gaat hij over mijn knieën en dan wordt het lastig om te counteren. Ik gebruik deze hoek en mijn armen, maar vooral die hoek, om hem die kant op te roteren. Ik trek mijn voet een klein beetje in, zodat ik me af kan zetten met mijn linkervoet. Ik breng hem naar de andere kant. Daar komt die hoek er weer in. En dan wordt het belangrijk dat ik, of als hij wat zwaarder is, dan ik mijn benen omhoog breng. Of, en als het lukt, nog liever, de body triangle pak. Dus nog een keer, mijn gezicht naar de camera. Ik heb mijn hoeks in. Hij valt, ik switch mijn kant, over de voet. En juist, ik trek dat been in, zodat ik me af kan zetten met mijn tenen op de grond die kant op. En ik gebruik deze hoek om hem die kant op te trekken. Switch. Even gezicht naar de camera. Zitten we hier. Die tweede hoek komt er weer bij. En om nou te voorkomen dat precies hetzelfde aan de andere kant gebeurt, wil ik mijn voet omhoog brengen. Hier vergt een klein beetje flexibiliteit. En dan kan ik hier ook de body triangle. Vanuit daar kunnen we weer gaan choken.